We zijn vanavond te gast in Tilburg op de regiotour van de Urgenda in Brabant. En we maken vanavond bekend wie van de 13 wethouders de wedstrijd heeft gewonnen, wie het meeste bespaard heeft. De wethouders hebben de afgelopen periode ontzettend hun best gedaan en we gaan straks horen wie er heeft gewonnen. De wethouder die geëindigd is op nummer 3 en dat is Marcel Baks van Valkenswaard. En de nummer 2 is geworden Berend de Vries uit Tilburg. En de nummer 1 is natuurlijk een vrouw. Hetty Tindemans. Van Landert. Hoe heeft u dit gerealiseerd? Ja, toch nog extra opletten bovenop wat ik altijd al doe. Ik denk dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Je kunt niet alleen van burgers iets vragen als je daar zelf niet in investeert. De wethouders hebben gezamenlijk op gasverbruik hebben ze 10,2% bespaard en op elektraverbruik 20,6% besparing, dat is heel veel. De wethouders hebben allemaal een watcher thuis gekregen, dat is een heel handig apparaatje waarmee je kunt zien hoeveel elektriciteit je verbruikt in huis. En online hebben ze allemaal tips gekregen en opdrachtjes om het verbruik, ook op gas, naar beneden te brengen. Als je er echt een keer tijd aan besteedt, dan kom je erachter dat er gewoon soms onnodig dingen aanstaan. En dat levert, als je dat allemaal die kleine beetjes optelt, een hele berg op. Nou, ik wil eigenlijk hierbij alle wethouders in Nederland oproepen om mee te doen op de dag van de duurzaamheid. Om zoveel mogelijk zelf ook energie te besparen in je eigen huis, in je eigen woonomgeving. En mee te doen aan die landelijke wedstrijd.